gewoon alles is gevoel, heel de tijd. Daar proberen we te vinden. Even terug naar de tweede plaat, een foto. Welk lied zullen we pakken? Het is een foto in Ahoy, waar de band staat en we allemaal zo staan. En er komt een hele grote stoot regen komt er naar beneden. En we hebben net een TMF Awards gedaan. En daar kwam tijdens Raindown Me natuurlijk kwam er echt gigantische regen bij. En er stond echt heel die zaad zo, what the fuck, worden ze niet geëlektrocuteerd? Zijn mic valt uit. Dat was gigantische chaos, maar dat was echt zo'n een beetje... Ja, die foto is dat voor mij voor dat moment. Toen was het niet meer van, goh, we hebben een microfoon van Marco Bussato en zo. En toen was het succes, was daar met de eerste plaat. En het succes was daar met de tweede plaat. Raindown on Me was een hit. En je speelt op de TMF Awards en je maakt daar gewoon... Je pakt het moment zoals je het moment moet pakken met die regen. Dat regenscherm wat daar toen was. Ik denk dat die foto van So Glad You Made It is. Ja, en welk liedje? God, jullie hadden vorige keer bij de eerste plaat dezelfde... Nou, dat zou Raindown on Me dan zijn. Raindown, ja? Denk ik, ja. Wil je een andere? Niet Alone. Nee, ik denk voor het grappige is met... Raindown on Me is in ieder geval, ik denk, een van de twee of zo. Een van de drie bekendste liedjes die we hebben. Ja. Maar het grappige is, als je kijkt wat dat nummer deed in de charts, deed het helemaal niet goed, weet je. Alleen dat is live, is dat zo'n anthem geworden. En dat is zijn eigen leven gaan leiden. Wat Dennis zegt, dat moment met die regen... Ah man, dat is voor jaren nog daarna, weet je. Iedereen had dat gezien. Iedereen had dat wel gezien. Ja, jullie misschien dan net niet, maar dan al die anderen. Ik stond er niet, nee. Maar. Nee, je stond er niet, maar het was zo'n ding wat... het was op journaals en het was op, weet ik veel, het was een behoorlijk moment, zeg maar. En het betekende voor ons wel een doorstap naar weer het daar weer achterliggende. Een eigen Ahoy doen en weet ik veel wat, weet je. Oké. Volgende plaat die... 3 jaar en ik ga vertellen het 7 maanden. Ja. Holy fuck, man. Fearless. Welke foto is het uit die periode? Een zware plaats, zeiden jullie? Ja, dat is denk ik een hele trieste foto. Zuidvlakte in Nevada. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Dat is een hele treurige foto. Ik weet niet precies wat voor foto het moet zijn. Er is te veel gebeurd in die periode. Er zijn zoveel treurige foto's die ik daar zou kunnen opnoemen. Aan de ene kant was het een hele gekke periode, omdat wij qua populariteit ging het door de roof heen. Het kon gewoon niet op. Het was dat er 35.000 man paste op een strand in Almere en dat het daar echt op moest houden. En dat bleek tijdens de gig dat er een heuveltje zat in het landschap, waardoor net de laatste 2000 al echt moeilijk zicht hadden, zou merken. Maar dat had ook rustig naar 45.000 door kunnen lopen of zoiets. Maar persoonlijk gezien voor ons was het één grote ellendepot van mij. En ik zou zeggen dat het erbij hoort en dat eenmaal typisch is voor de meest opvallende verhalen in popmuziek of zoiets. En dat is allemaal wel, weet je. Voor mij, ik ga er geen foto op noemen, omdat ik zie er genoeg die staan bij de treurigheid van waar wij persoonlijk zaten. Ja. En zakelijk gezien, als ik dat afzet tegen zoveel het persoonlijke, was daar het hele gekke dat wij, alles wat we deden was, het stond of in de kranten of het stond, weet ik veel, zonder te overdrijven, maar dat was waar het zat naar mij. En natuurlijk was dat het effect van, en wij succesvol zijn en zeker ook het overlijden van Guus en al die dingen bij elkaar opgeteld, maakte dat alles was nieuws, weet je. Normaal kom je niet in, met de muziek die wij maken, sta je niet elke week op voorpagina's van de roddelbladen en zo. Dat is gewoon niet interessant voor ze. Nu in één keer was dat super interessant en heeft dat nog een hele tijd geduurd.